gisteren aan het uploaden. En hij duurt 7 minuten. Dus de vlog opnames voor Hitkrant Studio. En die vlog hebben jullie gisteren kunnen zien. Ik laat mijn hoofd niet zien, omdat ik echt er niet uitzie. Oké, stiekem wel. Zo zie ik eruit. Ik ben wakker, goedemorgen. Trouwens, het is vandaag donderdag 8 oktober 2015. En mijn neus zit helemaal verstopt, dus ik ben echt verkouden. Maar dat houdt me er niet van om alvast een preview te laten zien van de vlog van gisteren. Nee, dat was dus de vlog van gisteren. Vandaag heb ik best wel een drukke planning, want ik moet zo meteen naar Den Haag toe. Dan moet ik naar Rotterdam, omdat ik daar op school zit natuurlijk. En dan ga ik even naar de stad met Ian. Morgen wordt ook een hele leuke vlog, want dan ga ik naar een concert van R5 in de Melkweg. Dus het is ook wel super nice. Het is nu bijna 9 uur en ik heb pas om 1 uur school. Dus dat betekent dat ik 4 uur lang nog even kan chillen. En ik zit ook af en toe even de vlog een beetje terug te kijken. Omdat ik dan misschien nog wat aanpassingjes kan doen. Kijk, hier gingen we een thumbnail maken. En toen, dat was de... Maar ik zit echt nog helemaal vol van gisteren. Omdat het gewoon super leuk was bij Hitkrant. En dat kunnen jullie ook wel zien in de vlog. Ik kon helaas nog niet filmen in de studio. Maar dat vond ik heel erg. Dus ja, ik zie je. We zijn Rotterdam. De Heek Airport. Rotterdam. Station. Ik ben Meijersplein. Ines. Zeg eens hallo. Ines zit op mijn telefoon. Ik heb een super coole foto gemaakt. Van mijn camera met wat gelucht en zo. En het is nu, hoe laat is het nu? 11:55. En we gaan zo meteen heel even naar Ici Paris. Om het nieuwe parfum te ruiken van Ariana Grande. En die ruikt naar? Marshmallows toch? Marshmallows. Ik wil wel naar marshmallows ruiken. Iedereen uit voor marshmallows. Ik hou van marshmallows, maar dan die vuur op die vuur, weet dat? Marshmallows roosteren, dat vind ik leuk. Okay. Als je je marshmallow op een stokje doet en dan bij het vuur, weet je wel? Ja. Die vrouw heeft koel haar. Rood. Oké. Okay. Ik ga weer ophangen en ik zie jullie zo weer. Ophangen. In de stad. En we gaan nu naar Ines' favorite winkel. Nou, dat weet ik nog niet. Ik ben er nog nooit geweest. We zijn nog nooit geweest, maar we gaan naar... Ik heb er een foto van gezien. Het leek echt heel cool. Het is een soort van een restaurant dat in de jaren 50 is aangekleed. Ja, het is een soort van, ja, een soort van... Moeten we het vergelijken? Amerikaans-achtig. Ja, dat is cool. We lopen nu hier op dit fantastische pad. We zijn heel sportief. We moeten nog even een eindje. En ja, we gaan over een kwartiertje. Gaat Macy's pas. Gracie's. Pas open. Dus ik ben wel een beetje moe. Maar goed, het komt wel goed. Oké, welke kant op? Ik had toch links. Kijk. We gaan nu naar. Weet dat ook weer? De Douglas. Ariana Grande heeft het parfum uit. En hij ruikt naar marshmallows, hopen we. Dus, Zeggen ze. Dus ja, die gaan we even ruiken. Dat is of niet? Huh? Ja, Douglas. Als ik het even snel in. Ja, Douglas. Nou, wat vind je hier zo weer? Hij rijdt een beetje naar die parfum die ik bij de Verenigde heb gekocht. Dus. Dit is het parfum. Het is wel echt super schattig. Dit is het parfum. Ik vind het ook mooi de kleur. Parfum. Oh, met een ballen. Pakking. Kleintjes en grote. Yeah, dit is parfum. Het ruikt super lekker. Nou, we gaan nu kijken hoe die gaat.
En dat zit op welke straat? Oh, ik weet niet, met Maurits. Met Mauritsstraat. Wacht. Ja, Mauritsstraat zit het. En het is hier zo leuk. Het is zo'n Amerikaans winkel achter waar je lekker kan eten. Ja, Mauritsstraat 1A. Oh, Mauritsstraat 1A. In Rotterdam. In Rotterdam. 3812C1. Dat is de buskant. Je kan hier super lekker eten. En Ines, wat heb jij besteld? Een panini met kip en pesto, toch? Ja. Ik heb niks besteld. Ik heb geen geld. Oké, ik geef jullie net een overview van dit restaurant en daar zet ik muziek onder, dus. You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left and you want... Hello. Ines die heeft ook een selfie gemaakt, denk ik, of die filmt ook. En kijk hoe schattig dit eruit ziet, guys. Met een menukaart, een ja, soort van ketchup, zo'n dingetje waar je het servetje uit kan halen en dit. Zo maakt Ines selfies, of Instagrams, of Snapchat. Guys. Show me the picture. Show me the picture. Wacht even hoor. Nou. Dat. En kijk daar. Allemaal, ik weet niet wat dit zijn. Dit zijn allemaal kauwgomballen volgens mij. Is dat. Ze zitten nu nog steeds bij Gracie's en... Het is leuk. Als je beet? Ik heb geshopt dinsdag. Wacht even. Dit heeft Ines gekocht. Dit heeft Ines gekocht in de stad. Een portemonnee, een hoesje. En dit is haar panini. Eet smakelijk. Nou, we zijn op school en ik ben met Femke. Ze zijn hard aan het werk. En ze is nu iets aan het tekenen. En ondertussen ligt mijn telefoon in de oplader. En je gooit niet mijn oplader weer uit, hè? Je zet de computer uit terwijl mijn telefoon aan het laden is. Nou. Ondertussen is de school ook een beetje aan het werk. En ja. Oké, zoals jullie zien sta ik nu in mijn badkamer. Ik ben al een tijdje thuis. Ik ga lekker in bad. En dat is hier. Ik ga lekker in bad. En ja, ik zie jullie zo weer. Nou, in bad doe ik deze Glazed Apple Bad Jelly van de Body Shop. En deze komt van de kerstcollectie. Ik weet niet wanneer de kerstcollectie uitkomt van de Body Shop. Maar dat laat ik jullie nog wel weten in de vlogs. Deze is bijna op en deze heb ik ooit een keer gekocht in Maastricht. Daar staat trouwens ook een vlog van op YouTube. Ja, van Vlogmas. En toen kocht ik deze. Echt super lekker. En ik hoop dat deze weer in het assortiment zit. Want ik hou echt van deze geur. En, ik heb dus hier mijn laptop neergezet. En een kabel van mijn laptop naar tv, want ik ga lekker YouTube video's kijken op mijn tv die ik nog moet kijken. En ondertussen drink ik dit sapje van, volgens mij is dit de Co-op vitamine, multivitamine, super lekker. Dus... Ik ga lekker YouTube-video's kijken. Er kwamen ook trouwens een paar comments binnen over mijn scherpte. Dat ik daarop moet letten. Nou, kijk, ik let er al op. Maar omdat ik natuurlijk film met mijn normale camera... Oh, doe even zo. Omdat ik natuurlijk film met mijn Nikon D3200 en ik geen schermpje heb... kan ik ook niet zien of ik scherp ben.
Ik vraag steeds aan vrienden, ben ik scherp? Nou, oké, mijn vrienden zeggen, ja, is goed, je bent scherp en blablabla. Dan is het gewoon goed volgens mij. Dus dan ga ik daar maar vanuit. Dus ik ga wel even kijken, een video kijken van Beauty Gloss en of van Vloggloss. Sorry, Monica Geuze en Laura Ponticorvo City Tour. Dus dit ga ik allemaal even kijken. En dan zie ik jullie zo. Zoals jullie zien ben ik druk bezig al met de vlog editen. Dit was trouwens bij Crazy's, waar ik heen was geweest vandaag met Ian. Ik heb er muziekje onder gezet. Dus hopelijk vinden jullie het leuk. Oh, dit raad is zo fancy. Oeh, huh? Ja, dan zie je het gewoon hier. Wacht. Dit gebeurt er altijd als ik een video wil kijken. Wacht even. What the fuck? Wat gebeurt er? Ik heb hem niet gesloten. Yes. Daar is hij weer. Oké, dit is toch een leuke thumbnail. Zal ik dit als thumbnail doen? Ik weet het niet. Ik heb ook een andere foto. Ik had gewoon een foto moeten maken van het restaurant. Het was een superleuk restaurant. Oké, ben ik nu scherp? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Meestal check ik het altijd met mijn hand. Zo, oké. Nou, ik ben dus een vlog aan het editen. Het is nu 11:30. Ik ga zo lekker slapen, want ik moet er morgen weer vroeg uit. Want ik ga naar het R5 concert. Dus achter me, ik ga lekker slapen, denk ik. Ik ga nog even de vlog af editen. En dan ga ik lekker slapen. Dus bij deze sluit ik de vlog af. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Dus tot morgen. Doei.